De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het welzijn van de beesten in onze stad. Nu de gemeente de samenwerking is gestopt met de dierenambulance. De opdracht is overgeheveld naar Dierenbescherming Born. Maar voordat die in Maastricht ter plekke is bij een beest in nood, zijn we gemiddeld 45 minuten verder. De Partij voor de Dieren heeft haar zorgen geuit aan het stadsbestuur middels een brief. Die ook ondertekend werd door Liberale Partij Maastricht, PVV, Partij Veilig Maastricht, SAP en Forum voor Democratie. En het punt is dat in 2014 is de dierenwelzijnsnota aangenomen. Daaruit blijkt gewoon heel duidelijk dat de aanrijdtijd moet respectabel zijn. Dus als een dier ligt te lijden en dat het gewond is, dan moet je gewoon heel snel ter plekke zijn. En nu hebben ze de aanbesteding, de gemeente heeft dat gedaan, heeft de aanbesteding uitgezet en de aanrijdtijden verhoogd in strijd met die dierenwelzijnsnota. Die lag op 30 minuten, nu is die verhoogd naar 45 minuten. Waarom heeft men die tijd verhoogd in jouw ogen? Ze hebben uiteindelijk, de aanbesteding is nu Europees uitgezet. Voorheen was dat een openbare aanbesteding. En ik vermoed, dat weet ik niet zeker, maar dat is ook een vraag die ik gesteld heb aan het college, is of ze die Europees, of ze die, die aanrijdtijd verhoogd hebben, zodat er meer gegadigden kunnen meedoen aan die aanbesteding. Heeft het een en ander niet gewoon te maken dat de gemeente zoiets heeft van we willen een goedkopere optie hebben dan die dierenambulance? Ja, dat ben ik eigenlijk bang van wel. Ja, die vraag heb ik ook gesteld aan het college. Dat staat ook in de aanbesteding en ook in het aanbestedingsbeleid van de gemeente dat ze kiezen voor de meest efficiënte, de meest effectieve. Nou ja, dat blijkt dus niet het geval te zijn, maar ook de economisch meest voordelige aanbesteding. En ja, dat is natuurlijk niet goed voor de dieren. Ja. Ik vind altijd dat dierenwelzijn boven het economische effect gaat. Zijn al dieren gestorven, zover jij weet, vanwege deze verandering? Gestorven weet ik niet, maar ik weet wel echt van dieren die echt lagen te lijden. En ja, gewoon ook, hè, je hebt vogels, die kunnen nu vogelpest hebben. Dat is natuurlijk een groot probleem en die kun je ook niet zomaar oppakken. En ja, als jij 2 uur moet wachten, je kunt moeilijk 2 uur bij een vogel blijven zitten die dan alweer gevlogen is of ergens gegaan is op privéterrein waar mensen ook niet zomaar mogen komen. Valt er nog terug te draaien, denk je? Ja, het is wel gewoon in het aanbestedingsrecht dat je nog een aanbesteding opnieuw kunt terugdraaien. Dat je zegt van ja, u maakt de aanbesteding niet waar. In praktijk ligt het gewoon anders. U komt niet naar wat wij verwachten. En dan kun je de aanbesteding wel terugtrekken. Dat kan. En die vraag heb ik ook voorgelegd aan het college. Dus ja, we gaan zien wat ze daarmee doen.